Yo, kijkers van Steengoed, Koen hier en welkom terug op onze geweldige server. Arriba, arriba, Mart. Hey, daar ben jij. Hallo, Mexico. Hallo. Arriba, arriba. Buenos Aires. Mexico. Si, si. Wat? Si, senor. Voor de mensen die dit herkennen, hè. Ik bedoel... Sowieso, de diehard kijkers van ons weten wat dit is. Het Ford dan. Hè? Het is een Ford K. Ford K. Ja. Het lijkt net een soort auto van Renault of zo. Ford K. Lijkt Ford het op Fiesta. Een... Je hebt toch een auto die het Ford K, of niet? Ben ik nog ja, je hebt een auto, daar is het gebaseerd, zeg maar, Ford K. Ja. En we hadden ook Ford Fiesta. Alleen, dat was een beetje te groot om na te bouwen. Oh ja, nee, dat was echt een mega kasteel, inderdaad. Mm-hmm. Maar Mart en ik gaan weer een geweldige server toegeven. En laten we dan meteen beginnen. Ik heb nog een paar tips van mensen gekregen die een dingen wilden laten zien. Oh, even kijken, okay. Ja, een schapenfarm of zoiets had hij het over. Een schapenfarm? En volgens mij is dat deze kant, zover ik dat weet. Ja, ik volg jou gewoon, want jij bent hier de... Ja, zeker. Nou ja, ik ben ook niet heel vaak hoor. Him the King 99, mijn territory. Nou. Wacht. Him the King 99, mijn territory. 99, allee! Oh, huh, wat? Okay. Hij heeft toch gekke dingen naar voortaan, joh? Huh, wat is dit dan? Check dit dan. Hey! Dit is awesome! Oh, hij probeert een soort secret compartment te maken hier of zo. Waar gaat dit, gaat dit heen? Voor als de Duitsers komen of zo. De Duitsers zijn terug! De Duitsers komen! Oh, dit is gewoon een cave, joh. Oh, hey, hier staat hij, hallo. Hey! Him, de king, nooit en nooit zich! It's him! The king, it's him! Oei, oei, oei. Het is Koen. Mag je wat vragen? Nee, mag niet. Oké, doei. Oké, dan gaan we hem terug naar boven. Oh, we kunnen inspringen. Helemaal tof. Hoe dan? Ja, inspringen dan. Ja, ja. Helemaal top. Oké, volgens mij wil je dit laten zien. Even kijken. Oh. Oh, ze heet allemaal Jep. Oh, het is wel. Ik heb niet altijd zijn disco schapen. Hé, hé? Wat? Mede. Wat? Oh, dat zie ik. Ze verandert van kleur, joh. Ja, ze verandert van kleur. What the fuck? Hoe? Oh, misschien kan dat. Je hebt ook zo'n, met zo'n name tag kan je volgens mij... Heb je ook met zo'n paard? Die kan dan... Oh, kut. Die kan er niet uit. Kan het paard ook van kleur veranderen? Nee, dat niet. Hij kan hem ondersteboven laten, volgens mij. Oh, ik kan eventjes... Ik kom er even niet uit. Oh, sorry, cheaten! Nee, je cheat! Ik ben gek. Oké. Oké. Dit is zo fucking vet. Ja, ik vind het wel tof, inderdaad. Zit al helemaal je hebt. Helemaal mooi. Werken wel dat je in de settings jukebox aan. Koen? Ja? Werken wel dat in je settings. Is dat Nederlands? Ja. Dat is toch werkerende. Ik ben binnen! Oh wauw, een deurbel. Wat grappig. Jezus. What the fuck? Nou, het zit allemaal wel leuke spul. Oh, er zit er helemaal niks in, joh. Er zit niks in de jukebox. Hey, Koen. Ja? Koen. Oh jezus. Het is gewoon zo'n mooie Halloween prank ook. Ja, het is een beetje een hele mooie inderdaad, ja. Oh, een mooi ding. Oh, je hebt ook met zo'n creeper head, heb je ook nog erbij. Wat zeg je? Dat is echt mijn merk, bij Pumpkin. Poh, dat is mijn merk. 6320. Poh, ja, dat is mijn merk. En nog één, een 6320. Helemaal goed. Oh, wat mooi. Is dit? En ik zie hiernaast toevallig ook nog wel een mooi huisje staan eigenlijk. Volgens mij ken ik dat nog niet. Oh, waar? Oh, je gaat te ver. Oh, zo. Oké. Ja, deze kant. Even kijken. Dit ken ik al. Oh, nee. Huh? Ja, met zo'n... deze ken ik al, met die koeienfarm. Oh ja, dat is een koeienfarm. Alleen hebben we nog niet laten zien, volgens mij. Ja. Even kijken. Ja. Dan gaan we even omlopen. Kijken of het hier ergens dan de ingang is. Vast wel. Ik zou niet eens weten waar de ingang is, joh. Huh? Even kijken. Huh? Hij heeft zijn huis dus in die koeienfarm gezet. What the fuck? Hij heeft zijn huis in een koeienfarm gezet. Ja. Ook lekker wel een beetje. Nou, misschien moeten we dan gewoon hier doorheen, ja. Hallo. Hallo, wat gezellig. Kopje koffie staat klaar. Oké, eieren. Pak die eieren. Ik ga eieren stelen, godver. Oké. Heb je ook fire aspect op je zwaard of niet? Nee, maar ik heb wel eieren. Motherfucker. Nog een keer. Komt dat uit? Komt er een kip uit? Nee, kom maar. Kip uit. Bij de eerste try gelijk al. Oké, het is gewoon een McDonald's kip. Komt helemaal niks uit.
Wat een leuk huisje dit. Oké. Okay. Dames en heren, ik heb slecht en goed nieuws. Jullie worden allemaal heerlijke kipnuggets van de McDonald's. Ja, ze komen echt van echte kippen natuurlijk, hè? Sowieso niet, maar oké. Okay. Ja, van wie is dit huisje? Ik weet niet van wie dit huis is, maar het is heel erg... Oh, dat kan je zo zien. Stefano. Dat is zo'n knushuis. Volgens mij is dit van Stefano. Oh, dan nog een... Ja, knus die zo, joh. Wat kan je zeggen? Oh, wat lekker knus. Oh! Knus zeggen, joh! Okay. Dus, we gaan verder. 2 uur later. Oh, wat leuk. Een opslagruimte. Geinig. Echt gewoon die dingen geordend met een... Oh, daar ben ik zo slecht in, hè, weet je. Dat kan ik gewoon niet. Ik kan niet dingen ordenen. Badass. Kijk. Oh. Alles staat schuin. Zij zijn gek. Oh, wow. Zo, kijk eens. Had ze flat. Oh wow, dat heeft Bram wel volgens mij in zijn ruimte. Heeft hij ook al schuin gezet? Vond het grappig. Is gewoon geinig, weet je. Is gewoon vet leuk. We kunnen deze deur lokken en dan kan je er nooit meer in. Is lekker tegen de regels in, weet je wel. Fuck the police en zo. Hebben we regels überhaupt? Nee. deurtje dicht. Oké, Er is nog doorheen. Zeg je? Oké. Okay. Dat jij er eerst nog doorheen moest voordat het deurtje dicht ging. Ja, sorry. Zielig. Dat joh. Oh ja, helemaal mooi joh. Oké, okay, wat is dit dan weer? Is er nog iets? Die wil al geweest? Waar werd iedereen een brievenbus? Brievenbus, wat is erin? We gaan er iets in stoppen. Ik heb niks om erin te stoppen. Zo, kijk eens. En een bloemetje. Ah, lief. Dat vind ik nou lief. Oh, jezus. Ik schrik me de tyfus. Ik schrok me eerder van jou dan van die zombie. Oh ja, maar ik heb fire spec, dus je gaat zo dood. Nee, maar... Heb je gezien hoe die heet, dat zwaardje van mij? Dat zwaardje van jou, ik wil wel zien hoe die heet. Die heet, Mooi, hè? Oh, dat is waar. Een 6320, poor, mijn merk. Poor. Oh, mooi. Jacob Games. En het huisje is van Eagle Eyes, dus hij kan het dus nooit door, of wel? Ik heb geen idee, maar... Oh, treurig. Dus ik ga hier eens even kijken. Het is een beetje leeg boven, hè? Ja, oh ja. Hier is ook een beetje leeg boven. Niet zo heel gezellig, dit. Hier staat een bed, godnonder jullie. Oh, wat een mooi bed. Gelukkig staat helemaal niks in het huis, maar wel een bed. Ga eens liggen. Oeh. Ga eens liggen. Ah, je bent niet op gaan duwen, hè? Ja, gekker. Liggen. Oh, ja? Oh. Lig je lekker? Ik lig. Oh, heerlijk. Heerlijk. Get out the way, get out the way. Oh, wow. Oh, wat slecht, oh, wat slecht. Ja, ja, oké, okay, terug. Ja, oké. Okay. Oh, just never happened. Hier is nog een... Zo, dat is een hele toffe wietfarm. Wow, onze Eagle Eyes is gewoon gek illegaal bezig. Onder zijn huis gewoon een complete wietfarm. Holy shit. Niet zo... Wow. Oh, nog illegale wortels? Nou ja, zeg. Nou ja, illegale wortels. Oh, dat zijn space wortels. Ja, space wortels, ja. Het is gewoon 40%, if you know what I mean. Ik kon Bugs Bunny naartoe als hij een feestje wil houden. What's up, dark man? DJ Bunny. Hij gaat helemaal strak aan de pillen. Oh. Kom hier uit! What the fuck? Help! Oh, huh? Wat de hel? Hoe kom je hier uit? Ik kom hier niet uit. Godver... Lekkere constructie, dit. Help! Je kan er gewoon niet uit. Kom maar. Wat wel? Je... Ga springen. Ja, wat? Ja, je hoeft me niet te kiezen. Oh, fuck dit. Ik ben lui, sorry. Missus kus, hoppatee. Oh. Ah, dankjewel. Je wilde me helpen. Zo, even terug. Oh, kut! Ik wou even terugplaatsen. Nou, weet ik. Ah, joh. Hoppatee, helemaal mooi. Mooi. Ik plaats er hier. Oh, wat mooi. Oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik aardig. Ja, helemaal gratis. Gratis cobblestone. Helemaal gratis. Niet dat het ergens goed te vinden is in de mijn, maar dat maakt niet uit. Precies. Hier is overal cobblestone, maar ja, never mind. Ik zie een... wacht, ik zag hierachter nog een heel erg mooi huisje van Wesley, volgens mij. En die was pas gisteren ingekomen, voor ver ik weet. Oh ja. Ja, dat huisje. Oh, zie ik dit huis? Ja, dan gaan we dat huisje nog even bekijken en dan sluiten we hem maar af. Waar ga je heen? Hier. Ik zag dit huis, maar... Nee, dat is die gast die gebend is. Oh, maar dit huis heeft... Die ramen lijken op oog van een Enderman of zo, weet je wel? Kijk eens. Ja, niet zeg.
Ja. Het huisje met de roze ramen. Roze ramen. Check deze. Om. Vol pijlen. Oh, wat sneu. No. Ach, dit is zombies! Zombies! Ah, oh, kills. Kills. No, there's no name. No. Hey, mooi. Oh, dat dacht ik nog niet echt. Gedacht, joh. Ik vind het een super tof huisje, dit. Oh, ik ga heel even, ook al is het heel kut, ik zet hem even in één. Ik ga even rondvliegen en kijken hoe mooi het eruit zit, joh. Tering, hé. Hier heeft hij zijn best op gedaan, hoor. Hoe lang zit deze gast al in de server, man? Nou, volgens mij een paar dagen pas. NL Wesley's huisje. Volgens mij was hij er pas gisteravond in de stream pas gekomen, joh. Check dit vloertje. Bekend vloertje. Kijk dan. Ja, hoor. Daar zijn ze weer. Oh, wat mooi. Dude, dit is terug. Echt fucking nice. Gewoon die pilaren, gewoon, dat maakt het helemaal af. Zo'n kijk, ja, NL Wesley Gamer. Middeleeuwse, eeuwse... Ik vind het altijd tof, hoor, dat middeleeuwse stijl. Ja. Oh, je kan hier gewoon een balkonnetje. Je kan ook zo'n leuk cafeetje van maken. Heel veilig dit, hoor. Heel veilig, hoor. Wow. Die was al heel hard. Sorry. Auw. Was dat zo hard? Dat was heel hard. Moet je de hoge frequentie wat lager zetten, joh. Ik moest je gewoon helemaal dempen. Sowieso. Kijk, hierboven is ook nog wat, joh. Ja, ik het is wel erg leeg, maar... Nou, is wel leuk voor tv-makelaar of zo, voor RTL 4 of zoiets. Dat keek ik vroeger altijd met tv-makelaar, wow. TV-makelaar. Markelaar, makelaar. Makkelaar, haha. Oh ja, nu zie ik het hierboven. Fucking nice. En daar verderop is nog het steengoedgebouw, het SG-gebouw. Daar komen we de volgende keer wel, hè, Mart? Waar is het steengoedgebouw? Ah, is dat hard. Daar is die. Daar komen we volgende keer mee. Oh, jezus, ik val in het water. Ah! Wat een slechte constructie dit. Oh, jezus. Kom slechte je constructie, je hebt gewoon een slechte coördinatie. Nee, joh. Ik weet precies waar ik naartoe ga. Of niet. Oké, nevermind. Gaan we terug naar Fort Kalemar. Dat is hier. Ja. En dan gaan we maar afsluiten. Oeh, dat zijn... Zou jou eens even afsluiten? Dat klinkt heel lelijk. Ga je even afsluiten? Ga je ook eens even afsluiten? Ik ga je moeder afsluiten. Hierboven. Ga even daar staan, ga ik hier staan. Oké, wat jullie nog niet wisten, en misschien wel een paar keer in beeld hebben zien komen. We gaan namelijk weer deze aflevering een invite uitgeven. Ja hoor. Ja, we gaan een invite uitgeven. Ja. Wat je daar moet doen, we hebben in deze video hebben we een paar keer woorden zo snel, heel klein en snel letters. Flitsend in beeld gezien. Letters, Koen. Letters. Jezus, slecht. Ja. Letters in beeld hebben zien komen, het zijn er een paar. Als je die allemaal bij elkaar frommelt, dan krijg je een woord. Maar welk woord is dat? Ja. Ja. En als jij dat woord in de reacties achterlaat en jij bent de allereerste die het zegt, dan ben je een invite. Dan gaan we volgende aflevering gaan we zeggen wie een invite gewonnen heeft. Of misschien bij de livestream, want dat komt al een keer. Ja. Wij streamen ook heel vaak op deze server. Wil je op de hoogte blijven, abonneer dan op Steengoed. Dan krijg je meestal in je inbox of zoiets dat we live zijn, volgens mij. Volgens mij wel. Of gewoon de inbox waar jij op, of tenminste van je YouTube, denk ik. Sowieso. Hey jongens, vond je deze video tof? Beloon dat dan zeker met een blauw duimpje omhoog. En dan nogmaals, abonneer even op Steengoed om omhoog te blijven op alle nieuwe opkomende video's. En zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Oké, doei. Doei, doei. Je mag stoppen met zwaaien. Oh.